vandaag is het weer zover. Vandaag ga ik weer een challenge spelen met iemand uit de cast van 4045. Het is een heel erg leuk iemand. Ja hoor, dames en heren. Ik ga even het licht aan doen. Hier is ze, Liv van Aalst. Vandaag ga ik een challenge spelen met haar. Ja toch, hè? Oh, oké. Okay. Ben je er klaar voor? Ik ben vol verwachting. Oké. Dus vandaag ga ik een challenge spelen tegen Liv. Ja, ik kon niet zo goed kiezen welke challenge. Dus eigenlijk mocht jij kiezen waar dat jij denkt dat je mij in kunt verslaan. Oei. Oké? Dat is nog moeilijker. Ja, oftewel, de keuze. Ontermeester van die snoepjes in uw mond steken. Ontermeester in uw mond. Ontermeester. Mondje open. Daar raakt veel in. Het is wel waar. Oftewel, is het... Oh my God. Hebben ze van die... Daar van die spaghetti dingetjes, van die pasta dingetjes. En moet je die ondersnelste met een stokje in je mond omhoog krijgen en in het glas droppen. Jouw keuze! Het is dus behendigheid. Of... Heb ik een grote mond of niet? Je hebt een grote mond. Maar dat kan, hè. Echt. Kom, we doen de bollen. De bollen? We gaan voor de bollen. Oh my god. Oké, oké. Okay. We gaan voor... De bollen. Dus, je mag ze gewoon lekker in je mond steken. Op je eigen tempo. Lekker erin steken waar je denkt dat er nog een plaatje is. En op het einde spuug je ze uit op het bordje. En gaan we ze lekker tellen. Nu vind ik het zo spannend. Ja. Omdat jij dat kiest. Dat had ik niet verwacht, hè. Ja, nee. Nee, omdat nee, ik denk dat ik een grote mond heb, maar ik weet dat ook. Wat voor een holten is hij. We zullen zien. Jij mag aftellen, Chris. In 3, 2, 1, start! Maar ja, ik wil dat opeten. Chris. Ja, snoepje. Het moet ook zuigen, hè. Allee. Als je dat sap eruit zag, kun je meer insteken. Zo lekker. Ik stop ermee. Oké, deze bij mij was echt een... Ik was echt aan het stikken. Ja, het zat echt in mijn keel. Wat heb jij er nou nog bij? Oké. Okay. Amai! Er blijft dat komen, jongen! Wacht, ik ga even een verket pakken. Verket. Alhoewel, ik vrees dat ik... Jij hebt er fucking veel! Maar dat gaat ongeveer hetzelfde zijn. Je hebt wel veel groene genomen. Ja. Iemand een snoepje? 1, 2, 3. Nee, 40!
euro. 40 had ik er in mijn mond. Maar ik vrees er een beetje. Liv, ga nu tellen. 1, 2, 3. Ik heb een groot bakkes. Lief en een groot bakkes. Oh, oh, oh. Oh my god. Dat had ik niet gedacht. Voor mij is echt proficiat. Wat? Ik heb goed gekozen. Moet jij nog sproen? Maar wil nee. Ik wil wel misschien eentje. Maar toch, allee, bedankt voor de challenge. Ja. We gaan even sfeer creëren. Ja. Ja, zo. Eigenlijk, Lief, die doet het in de voorstelling dat misschien nog niet veel mensen weten wat dat is. En wat ben jij in onze voorstelling bij 4045? Een swing. Swing. Klinkt chic, hè? Ja, klinkt kei chic. En dat is wel echt super hard nodig en die zijn super belangrijk bij ons. Wat? Ja. Er kan altijd iets in de voorstelling gebeuren. Oh. Oh. Bijvoorbeeld, vorig jaar heb ik mijn voet omgeslagen. Yes. 4 weken oud. Oh. En dan moet dat natuurlijk opgevuld worden, want ja, mijn prik moet wel gespeeld worden. En dan is Liv op geweest en Annelies. Ja. En dan hebben die al het mijn prikje gespeeld. Ja. Dus dat is mega belangrijk. En dan moeten die bam 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 oplopen. Die bam 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 oplopen. Echt oplopen. Wij zijn zetelzitters en dan lopen wij op wanneer dat er iemand zich kwetst. Ik vind dat echt keigraaf. Dat is toch adrenaline? Het is zeer boeiend als je vaak opgaat. Oh. Ah ja. Ja, want dan doe je elke keer iets anders en dat maakt het heel fijn. Dat is super cool. Maar echt keihard respect voor jullie. Echt waar. Het is ook heel fijn. Oh. Voilà. Thanks om mee te spelen. Graag gedaan. Als jullie het leuk vonden, dan mogen jullie altijd hieronder een duimpje omhoog geven. En iets leuks schrijven is ook altijd tof. Over mij. Over haar overwinning. Tot de volgende keer. Ciao. Oh.